Steeds meer gemeenten dragen het predicaat dementievriendelijke gemeente. Dat wil zeggen dat je je als gemeente inzet om mensen met dementie onder andere zo lang mogelijk mee te laten doen aan de samenleving en mensen informeert. Dat informeren gebeurde afgelopen week door Helene van Rooyen, die zelf via haar moeder ook veel met dementie te maken heeft gehad en daar een film over maakte. Hoe doorbreek je nou een taboe op dementie? Ja, vertel het maar. Maar kan je niet beter je rollator pakken? Ja, maar ik moet de trap af. Je hoeft de trap niet af, er is geen trap. Er is geen trap meer, man. Waar is die dan? Is er dan echt een taboe op? Ja, wat je merkt, maar dat is eigenlijk overal, maar ja, ik denk in een dorp heb je dan misschien nog wel wat meer, dat dementie toch een aparte oudere ziekte is. Als je ouder wordt, dan ja, is de kans op ziektes natuurlijk groot. En tegenwoordig merk je dat je, nou, je kunt kanker hebben, daar kun je gewoon over praten. Je kunt een herseninfarct gehad hebben, nou, dan gebeurt er bovenin ook wat en daar kun je gewoon over praten. Maar op het moment dat het dementie is, dan heerst er toch nog iets van, ja, daar schamen wij ons voor. En dat is niet alleen voor de persoon die dementie heeft, maar soms ook de mantelzorger. En die probeert dat toch een beetje achter de hand te houden, zeg maar. En ze schamen zich daar toch ook een beetje voor. Dat is ontzettend jammer. En wij willen echt heel graag dat als eerste beetgepakt hebben. Wat ik heel jammer vind, is dat het algemene beeld toch een beetje is, en ik hoor dat ook vaak als ik lezingen geef over het onderwerp, van het is het ergste wat je kan overkomen. Het is de ergste ziekte die er is. En dat vind ik altijd heel erg jammer, omdat je het dan al meteen in een soort heel donker zwarte hoek zet van, nou, dit is het ergste wat je kan overkomen, punt. Dan wordt iedereen eigenlijk al meteen somber. Terwijl, ja, het is natuurlijk ontzettend vervelend, ik wil het totaal niet bagatelliseren, maar het is niet alleen maar naar en het is niet alleen maar zwart. Je kunt ook juist heel erg dicht naar iemand toe groeien. Je hoort best geregeld dat mensen die verzachten, hè, ook wel eens dat ze verharden en naarder worden, maar ook vaak dat ze juist verzachten, dat alle maskers afvallen en dat je een betere band kan krijgen. Dus wat mij betreft is het niet het allerergste. Je hebt het zelf met je moeder meegemaakt, je hebt ook een documentaire erover gemaakt. Dat is best wel een kwetsbare en ook een inzicht natuurlijk in jouw leven. Hoe belangrijk vind jij het dat die mensen in haar eigen omgeving kunnen blijven wonen? Dat is heel belangrijk, denk ik. En het is ook absoluut het streven waard om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Maar aan de andere kant moet je ook weer altijd voorzichtig zijn, want iemand kan vaak ook maskeren, dat hij doet alsof het nog heel goed gaat, terwijl het eigenlijk helemaal niet meer zo goed gaat. En wat ik heb geleerd in het hele proces met mijn moeder is dat, ja, mensen soms zeggen van, nee, het gaat wel goed, maar dat het eigenlijk niet goed gaat en dat ze toch meer zorg en meer hulp nodig hebben. En dat het uiteindelijk niet lukt altijd om helemaal tot op het einde toe thuis te blijven. Soms is dat, op een gegeven moment heeft iemand 24 uur zorg nodig en dan gaat het echt niet meer. Dus het is mooi om ernaar te streven, maar ik denk dat het te optimistisch is om te denken, oh ja, we kunnen het thuis wel helemaal oplossen. Ja, ik denk dat de meeste mensen het gelukkigst zijn nog als ze thuis kunnen blijven. Kijk, als je eenmaal naar een verpleeginrichting moet, een verpleeghuis, dan, ja, dan is het toch vaak wel wat minder geluk in het leven. Dus zolang hij dat kan, is het voor de persoon zelf goed en ik denk ook voor de kosten is het goed, want het wordt dan natuurlijk ook een hoge kostenpost. Dat we gewoon ontdekken dat mensen die dementie hebben, dat die ook nog gewoon wel mee kunnen. Ja, dat die niet meer ineens een heel andere persoon zijn, maar dat is iemand met een ziekte. En dat wordt steeds wat erger en dat is heel lastig. Maar het is niet zo dat je dan een andere persoon geworden bent. En de kwaliteiten die je hebt, die blijven vaak ook nog heel lang. Iemand die kan schaken, kan vaak heel lang nog schaken. Iemand die goed is in een bepaalde hobby, kan dat nog heel vaak heel lang doen. Mensen die lijden aan dementie krijgen natuurlijk steeds meer behoefte aan zorg en mantelzorg. En zolang dat nog mantelzorg is of kan zijn, zolang je het in de gemeenschap of in de familie kan oplossen, is dat natuurlijk geweldig, want dat, ja, dat is het meest vertrouwd. Maar je moet ook weer niet onderschatten dat als iemand op een gegeven moment in een verzorgingstehuis terechtkomt, dat dat soms ook echt heel fijn kan zijn. Dan zie je ook vaak een soort
berusting, ook bij de familie, van oh gelukkig, ze zit nu goed, ze zit nu veilig. Ik hoef me niet de hele dag meer zorgen te maken van, valt ze niet van de trap, gaat ze niet dwalen, is ze niet... Het geeft natuurlijk ook, als iemand op een gegeven moment op een goede plek zit, kan dat ook heel veel rust geven en dat is ook belangrijk. Nou, de bibliotheek in Udenhout hier zit in de werkgroep Dementievriendelijk Udenhout. Wij hebben samenwerking gezocht met de professionals en vrijwilligers hier in het dorp. En wij zijn bij elkaar gekomen en kunnen op deze manier een mooie programmering met elkaar wegzetten. Om dementie, de ziekte dementie, zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. En uit de taboe-sfeer te halen. Is het fijn voor de bibliotheek om ook een rol te spelen om mensen uit een isolement te halen? Jazeker, ja. Wij kijken welke doelgroepen in het dorp kunnen we bereiken en welke zeker niet, zeg maar. Die komen niet als vanzelfsprekend. En daar hebben we professionals als een Thebe bij nodig en een Contour de Twerm bij nodig, waar we dan mee in gesprek zijn en die ons dan attenderen op. En dan kijken we vanuit de bibliotheek ook hoe we daar met de programmering op in kunnen spelen. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat we speciale dingen organiseren in ons dorp om mensen te blijven betrekken. Gebeurt ook inmiddels best wel. Er zijn al diverse initiatieven voor en dat is goed om te zien. Vrijwilligers zat in Udenhout, mensen die dat willen doen, genoeg. Ik denk dat het sociale aspect het belangrijkste is. Dat het niet alleen als een medisch probleem wordt gezien, maar vooral denk ik als een meer sociaal probleem. Ik heb hem zeker gemaakt zeg maar voor lotgenoten. Je weet dat iedere... Ik ben lang niet de enige die te maken heeft gehad met een demente ouder. Je hebt ook mensen van wie de partner dement wordt of hulp nodig heeft of zorg op wat voor manier dan ook. Dus het ging mij er heel erg om ja, zeg maar troost te bieden van kijk, zo kan het ook gaan of nou dit is ons verhaal. En het roept zoveel herkenbaarheid op, dat is fantastisch. Daarvoor heb ik het natuurlijk gedaan. Had je daar zelf moeite mee om het los te laten? Ja, natuurlijk had ik er moeite mee. Mijn moeder die woonde bij mij in de tuin, in een huisje. Een mantelzorgwoning hadden we in de tuin gezet. En natuurlijk had ik gewild dat ze daar tot het einde toe had kunnen blijven. Maar ja, op een gegeven moment was ze geopereerd en was het gewoon niet meer realistisch. Ze kon echt niet meer terug. En toen ik dat eenmaal had geaccepteerd, wat eigenlijk voor mij nog moeilijker was dan voor mijn moeder. Want mijn moeder was al lang, ja, zeg maar, gewoon, ja, die wist het allemaal niet meer goed. Dus die vond eigenlijk alles best op dat moment. Toen ik dat eenmaal had geaccepteerd en toen zei de directrice van het verzorgingshuis, die zei ook tegen mij, Helene, je mag nu weer gewoon dochter worden. Je mag gewoon weer voor je moeder gaan zorgen. Of ja, gewoon weer bij je moeder op de thee komen en gezellig zijn. Je hoeft niet meer te zorgen. En dat was eigenlijk ook wel weer heel prettig. We hebben ons uitgerekend, ze is hier nu op dit moment ongeveer 2 per straat in Udenhout. Nou, weet iedereen wie dat dan is? Ik denk heel vaak niet. Of dan twijfelt men heel lang. Van goh, zou het? Durft het niet te vragen? Taboe. Niet huilen.